Ik heb met ze gepraat. Dit is de laatste kans dat we nog kampioen kunnen worden. Dus ze zouden erop kletsen, die jongens. Ik heb nog een mooie spreuk gezien. God schiep de lucht, de zee en het land. De mens en het dier, maar ook de plant. Maar zijn grootste creatief gebaar was toch wel... die Nimwegenaar! Welkom bij aflevering 36 van... Hansje! Terugblik, jong AZ. Tja, we hebben gewonnen, maar wat ging het weer moeilijk, zei. Doelpunten voor Groeneveld en Hakkerba. Die weten mensen wat ballen is. Hij heeft overzicht en de ballen komen goed aan. In de tweede helft nam de 17-jarige Ole Ummeny de ploeg op sleeptouw. Ja, dat wil toch wel iets zeggen, dat zijn jongsje dat moet doen. Ik dacht dat Ummeny uit Groesbeek kwam. Maar hij komt gewoon uit het land. Dat was nou een voorbeeld van inzet. De wil om te winnen, dat willen we zien. Ik heb hier ook een seksje Magal meegebracht, want daar ontbreekt er nog wel eens aan. Ik hoop dat we zaterdag Ole als wolf tussen de schapenkoppen hebben. Favoriete speulers. Olé, olé, olé. Ik kan niet anders zeggen. En Hakkerbaar speelde ook goed. Hij ziet het spelletje wel. Hij had in 23 wedstrijden 13 keer gescoord. Tegenstander Dordrecht. Periodekampioen en een bronzen stier. Dat kent hij niet tussen die schapenkoppen. Dat gaat niet goed. Zou Gerard de Nooijen weer als eerste in de bus zitten na zijn verlies? Hij houdt niet van persconferenties. Als ze winnen, neem ik een burreltje, zei hij. Gezet te veel. Die zunige zeeuw. Die smiecht, zou de beu zijn. We moeten zelf winnen en hopen op een profinstelling van PSV. Die limbo's van Fortuna moeten we terug in de mijnen. De juffrouw vraagt in de klas zinnen met want en waarschijnlijk te maken. De juf vraagt aan Jantje of hij een voorbeeld kan geven. Jantje zegt, waarschijnlijk gaan wij naar Euro Disney. Want mijn vader heeft kaartjes besteld. Mooi, Jantje, zei de juf. En jij, Kees? Mijn moeder ging met de krant naar de wc. Nou aan, zei de juf. Waarschijnlijk om te scherten. Want lezen kent ze niet. Ja, jongens, houden wij. En ik zie jullie op het kampioensfeest, hè?